Vlak bij station Kolomsgaten is sinds anderhalve week een nieuw wooncomplex van zorginstelling Noorderbrug. Op deze locatie wonen mensen die doof en zeer slechthorend zijn. Hoi, mag ik bij jou uh, op bezoek? Ja, is goed, gezellig. Ja. ja, ik doe de deur voor je open. De oude locatie aan de Bronsingsweg voldeed volgens manager Annie Knispel niet meer aan de wensen. Onze oude woonvorm is 20 jaar oud geweest. En daar hadden de cliënten eigenlijk wat wij zeiden: een slaapkamer. Maar als je je man of je vrouw of je kinderen wilt ontvangen, dan is dat helemaal niet prettig als je geen eigen ruimte hebt. Cliënten moesten daar ook hun. Sanitair delen met elkaar. Dus je moest wachten. Als je zin had om te douchen, dan kon dat niet altijd, omdat er iemand anders gebruik maakte van de douche of het toilet. En als je geen familie bent van elkaar, is dat gewoon wat minder prettig. Cliënten krijgen hier dus een veel, grotere uh, veel groter appartement. Ze hebben dus hier een eigen zit-slaapkamer met een keukenblok. Ze kunnen dus hun eigen toilet en douche inrichten. Ze kunnen hun eigen was gaan doen. Dus ze krijgen veel meer de regie over hun eigen leven. Het nieuwe complex is daarnaast voorzien van hulpmiddelen die de bewoners de mogelijkheid bieden om zelfstandiger te wonen. Nelly Rorije is een van de 21 bewoners. Ze heeft een auditieve handicap. In haar geval houdt dat in dat ze doof is. En daardoor kan ze niet zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. Daarom woont ze in de zorginstelling. Door de nieuwe hulpmiddelen zijn de bewoners, waaronder Nelly, minder afhankelijk van de medewerkers. Als cliënten in een groot pand wonen, zoals hier het geval is, en je weet niet waar die medewerker is, en je zou toch een vraag willen stellen, dan moet je gaan zoeken. Met beeldbellen hoeft dat niet. Je trikt één keer aan en je hebt verbinding met die medewerker. En dat geeft je een gevoel van veiligheid, waardoor je veel minder vaak een beroep hoeft te doen op die medewerker en veel korter. Op deze locatie aan de Oostenrijk Dwarsweg werken zo'n 30 medewerkers en wonen op dit moment 21 cliënten. In de loop van de tijd zullen dat er 28 worden. Mieke van Limburg is medewerker en staat in nauw contact met de bewoners. Vandaag gaat Mieke op bezoek bij Jeanette Smit, die haar gevraagd heeft om even de dag door te nemen. Een knipperend licht laat Jeanette weten dat er iemand voor haar deur staat. Nou, voorheen was het zo dat de cliënt op zoek ging naar een medewerker als die wat wilde vragen. Nu hoeft dat dus niet meer. Voorheen was het ook zo dat de cliënt uh, afhankelijk was van uh, ja, wie er maar kwam. Nu zie je wie er komt. De cliënt kan ook zelf het tijdstip bepalen. Van ik wil nu even contact. Of ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik wil eigenlijk even hallo zeggen. Want ik ben binnen. En ik vind het leuk om even te laten zien dat ik er binnen ben. Dus de cliënt krijgt hierdoor de regie over zijn communicatie met de medewerker. Dus op het tijdstip dat hij dat zelf graag wil. De verwachting is dat over twee weken een app op de telefoon beschikbaar is. waardoor cliënten kunnen beeldbellen met familieleden en bekenden. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie.deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.